Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SimOnly en door Let Benelux. Voor even een oranje vrouw. Arno en ik op zoek naar goud. Eindelijk licht in huis. En ik ging op zoek naar het meest volzijdige stukje vlees. Dit en nog veel meer in deze derde aflevering van Lifestyle Experience. Licht is zo belangrijk. Een beetje licht in je leven. Ik ben ernaar op zoek en ze hebben me beloofd dat ik het vandaag ga vinden. Ik ga het licht zien. Solartube, dat is het bedrijf wat het gaat leveren. En als het goed is, ja, daar staat hij. Sjaak. Hoi. Hoi. Ze hebben me beloofd dat jij mij het licht gaat laten zien vandaag. Dat gaan we proberen. Ja, ja. Wat doen jullie precies? Nou, we gaan een klein koepeltje plaatsen op het dak. Ja. En door middel van een buisjesysteem. Wat heel erg reflecteert, 99,7%, krijg je daglicht in de woonkamer. Hallo. Goeiedag. Moet jij Wim zijn? Ja, goeiedag Bert. Ik ben Bert. Goeiedag, hoe ben je? Ja, dankjewel. Nou, als ik zo moet kijken en moet raden waar het licht moet komen, is het die hoek. Dat klopt. Zei jij nou koffie? Ja. Ja, nee, dan heb ik het toch goed verstaan. Zo. Nou, daar staan we dan. Drie mannen in een donker hoekie. Ja. Hè? Ja. Maar daar gaat licht komen, heb ik begrepen. Ja. Door middel van een geavanceerd reflectiesysteem brengt SolarTube licht in uw woonkamer, hal of keuken. Hey, Sjaak. Hi Bert. Nou, dat heb je mooi gedaan, jongen. Ja. En nu? Nou, de volgende stap is de dakopstand plaatsen. En dan kan de tube van bovenaf erin en de koepel erop. En dan beneden verder. De installatie door het bedrijf is snel, compact en solide. Desondanks houdt Baird for Lifestyle Experience gedurende het hele proces een oogje in het zaal. Hoe gaat die, Sjaak? Ja, gaat goed hoor. Ja? Zonnetje erbij. Ja, lekker hè? Nou, we gaan eerst de dakbedekking maken, want anders Oké. Gaat dat niet goed. Nee, oké. Dan zeg je weer be. Dan moet je eens mee ophouden, Sjaak. Hij is erop. En klaar is Kees. Zo is het. Nou ja, de binnenkant nog even afwerken. Even binnenkant. Ja. En door middel van deze haakjes, die klappen uit als je de schroeven aandraait. Precies. Klemt hij de plafondplaat. Zodat hij niet meer naar beneden kan. Zo, er komt nu al een licht uit, hè. Het is wel een waanzinnig systeem, hè. Het is allemaal zo gepiept. En het is daglicht. Ja. Het is echt... buiten verwachting dan. Ja, ja. Hij zit? Ja. Ook hartstikke bedankt. Ja. En Bert? Ja. Sjaak, jij bedankt. Samenwerking? Ja, ja, het bevalt me wel zo op deze manier. Ja, dat jij het een beetje doet, dat ik er een beetje naar sta te kijken. Ik zit maandag de bus in. Ja, het is goed met jou. Volgende week gaat Baird for Lifestyle Experience terug om te kijken of Wim het licht heeft gezien. Warburg Holland is één van de drie bedrijven in ons land die gouden en zilveren sieraden keuren. Echt goud en zilver wordt gecertificeerd en krijgt het officiële en overbekende keurmerk. Hey Arno, denk je dat ik nou dit horloge kan laten onderzoeken? Hier? Ja? Zou je dat wel doen? Nou, ik wil wel weten of het echt is. Nou? Nee? Ah, nee, dat doe ik niet. Daar komen we natuurlijk ook niet voor. Nee, ik bedoel, volgens mij is die niet echt. Wat weet jij er nou van, joh? Nou, ik ken die ex-vriendjes van je. We zijn hier in de keuken van ons bedrijf om te kijken hoe wij edelmetalen testen en van een keurmerk voorzien. Met andere woorden, is goud goud en is zilver zilver. En het blijft als een potloodstreep blijft het als het ware staan. Ja. Aan het sieraad zelf zie je helemaal niks. Zo. Daarom noemen ze het ook een non-destructieve methode. Dit is het sieraad en dit is de naald. En de naald is de meest linkse. En die is iets meer aangetast dan de rechter. Dat is de ring. Dat wil zeggen dat deze iets lager van gehalte is dan deze.
Maar deze is al goed voor 750.000, voor 18 karaat zeg maar. Dus deze is ietsje hoger dan 18 karaat. En zo wordt hij goedgekeurd. Nou, dit is een van de oudste methoden die wij toepassen voor het bepalen van goud. En lood zorgt ervoor in de oven dat de onedele metalen worden geabsorbeerd. En wat je nu ziet hier in dit kupelblok, dat noemen wij een kupelblok, is dat er een bolletje goud-zilver overblijft. Dus dat ligt hier nu in. Tussen al deze serieuze testopstellingen wil Sanne ook haar gouden sieraad laten keuren. Of wil ze weten of haar ex-vriendje een keurmerk verdient. Hoe noem je deze methode? Is dit nou wezenlijk anders dan wat we net zagen? Ja, dit is onze röntgenapparatuur. En dat is ook het leuke. De methode die we hiervoor hebben gezien, dat was de toetssteenmethode. Een vrij oude methode. En dit is een van onze meest moderne methoden. En de toetssteenmethode, ja, dat is een waarneming door de desbetreffende essayeur. Hier komen harde cijfers uit. En straks wordt het hele plaatje gecomplimenteerd door Piet. En die zegt dan, dit is goed of dit is niet goed. Arno. Ja, hij komt eraan. Einduitslag. Het resultaat. Ik heb hier sporen van goud. Sporen van goud. Wat aan de bovenkant zit, is een beetje verguld. Ja. En het is allemaal koper. Nee. En zink. En nikkel. Ik begrijp dat het erg vervelend is op dit moment. Zoals zojuist gezien, 18 karaat gouden ring. De Nederlandse tulp. Meest gebruikte keurteken is toch wel 14 karaat goud, het eikenblaadje in de volksmond. Bestellen en kopen op het internet neemt ook in Nederland steeds grotere vorm aan, ook op culinair gebied. Zo heb je restaurants die hun menu online zetten. Maar het nieuwste fenomeen, hapjes aan huis. Goedemorgen. Hoi Arno. Mark. Hoi. De man van de hapjes aan huis. Dankjewel, je bent op het goede adres. Ik zie hem al gelijk staan hier. Ja, ik ben druk bezig. Dat ziet er fris uit, dat ziet er gelijk al heel smakelijk uit. We klikken op de Hollandse hapjes. Oh ja. Dan zien we allerlei heerlijke Hollandse lekkernijen. Mm-hmm. Voor de foto hebben we dit hartstikke leuk Delfts blauw gemaakt, oer-Hollands. Ja. En bijvoorbeeld hier hebben we het haringhapje, nou, dan klikken we op die haring. De prijs valt me mee, moet ik zeggen. Dit valt me echt mee. Ja, we zijn ook niet, we staan voor kwaliteit. We zijn niet de goedkoopste, maar we zijn ook niet de beste. Met dit unieke internetconcept heeft Hapjes aan Huis een gat in de markt gevonden. En om het systeem te perfectioneren, worden alle bestellingen persoonlijk geverifieerd. Oké, afleveradres, dat is gemakkelijk contactgegevens. Dus dan word je waarschijnlijk teruggebeld door de cateraar. Klopt, ja. Wij krijgen de bestelling hier binnen op kantoor. Vervolgens krijgt de cateraar die de bestelling gaat oppakken. Een kopie of zo? Een kopie van die bestelling op zijn e-mail. Ja. Die cateraar die neemt persoonlijk contact op. Dat is wel lekker. Dus je denkt niet van gaat het internet in verdwijnen, maar hopen dat het aankomt die dagen. Het internet is een hartstikke mooi medium, maar het is wel de bedoeling dat je even een stem hoort. Want je praat wel over eten en het is heel belangrijk om even daarover goed geïnformeerd te worden van wat heb ik nou besteld, is de afleverdatum oké, en die tijd. Door een ingenieus technisch platform draait de site van Hapjes aan Huis snel en effectief. Een concept waarin het internetbedrijf Lionhead bij de ontwikkeling een belangrijke rol speelde. We hebben het samen ontwikkeld. Mm-hmm. Eerst ga je natuurlijk het principe, hoe de klant moet bestellen, hoe het verwerkt moet worden. Ja. Daar begin je mee. Maar de volgende fase is design. Marketing. Daar hebben we een mooi product voor, e-smart. E-smart is een netwerk van ruim 1000 websites mm-hmm. op dit moment. En die worden goed gevonden door Google. Zeg maar, als ik nou een grote feestje heb, een tuinfeest of een bedrijfsfeest, en ik kom er hier met de site niet uit, wat dan? Hebben we de party catering knop. Kijk, als mensen bijvoorbeeld zeggen, ik wil alleen een hele simpele hapjes op mijn stokbroodje. Nou, dat kunnen we ook voor zorgen, maar dan gaan we dus op maat mee aan de gang. Zijn ook mensen die zeggen, ik wil bijvoorbeeld een lekkere coquille als hapje hebben en een krulletje eendeleverd op een hapje. Ja. Kunnen we allemaal voor zorgen. Okay, dus en dan gaan we dus op maat mee aan de gang. En dan kan je het offerte aanvraagformulier invullen onderaan bij de party catering knop. Dus die personal touch, dat is eigenlijk wel het belangrijke van deze site. Dat het niet gewoon een internet dingetje blijft. En dan dat je maar hoopt dat het allemaal goed komt, maar dat je die persoonlijke begeleiding erbij krijgt. Inderdaad, toch? Ja. De komende 13 afleveringen gaat de Lifestyle Experience het culinaire pad op met Hapjes aan Huis. Dat wordt smullen. Lifestyle Experience. I was waiting for
sieraden-auto.nl. En wij hebben een replica tot onze beschikking. Waar wij een aanhanger achter hebben geplaatst. Waarmee wij best wel uniek is natuurlijk. Ja, dat is hartstikke origineel en uniek natuurlijk. En daarmee rijden wij reclame rond voor ieder gewenste organisatie om reclame te maken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door flyergigant.nl en door SolarTube daglichtsystemen. Tot zo. Welkom terug bij Lifestyle Experience. Je kent het wel, je wilt je auto verkopen, dan heb je op het internet allerlei leuke sites, speurders, marktplaats.nl. Maar dan loopt je e-mailbox vol en je voicemail en is de auto nog niet verkocht. Nou, daar hebben ze wat nieuws op bedacht. Ik wil van mijn auto af.nl. Waarin onderscheidt het zich? Nou, het bijzondere aan deze website is dat het niet een gewone advertentiesite is, waar er al tientallen van zijn te vinden. Bij ons bied je de auto aan uitsluitend officiële en betrouwbare autobedrijven. Daarvoor zijn er inmiddels zo'n 1600 in Nederland en in België, kunnen de auto's bekijken. Deze doen een bod op de auto en het allerhoogste bod, dat koppelen we terug. Velen verkopen tegenwoordig hun auto via een van de verkoopsites op het internet. Maar gebeurt dit wel op een discrete wijze? Iedereen kan natuurlijk precies zien welke auto waar wordt aangeboden. Ja, op het moment dat ik net zo'n auto nodig heb voor wat onderdelen, dan is die natuurlijk snel uitgezocht. Dat is bij ons absoluut ondenkbaar, omdat niemand weet waar die auto staat. Nou, wat we zo meteen gaan doen, we gaan even om de auto heen lopen. Kijken of er iemand netjes is, of er beschadigingen op zitten. Die noteren we even. We maken een paar mooie foto's van de auto en kijken even wat de kilometerstand is. Dan gaan we zo meteen even aanmelden op de site. Dan heb ik nog een leuke tip voor u. Hoe maakt u mooie foto's van een auto die u verkoopt? Altijd de linker voorkant. Die zetten we erop. De rechter achterkant. Dus dat doen we ook. Eventueel met de kofferbak op de achterklep open. Even laten zien hoe schoon dat er allemaal uitziet. Ja, en dan altijd een foto van de cockpit. Die is belangrijk. Dus van tevoren de auto goed schoonmaken. We zitten nu op de homepage van ikwilvanmijnautoaf.nl. Ja. En je kunt hier zien dat je het kentekennummer van de auto eenvoudig kunt invoeren. 6. En dan moet ik al indrukken verder. Ja. Hij vraagt nu even naar de staat van de auto. Nou, je kunt hier aangeven dat alles gewoon goed en netjes is. De auto is bijna nieuw staat. Bij de eventuele schades meld je even dat hij een klein krasje heeft op de achterbumper. Dus hier komt een punt waar we de foto's kunnen toevoegen die we net genomen hebben. Oké. Het zijn er ik heb er geloof ik 6 gemaakt of zo. Hè? Hier mag je aangeven, nou, wat zou je kennis voor die auto willen hebben? Nou ja, dat allemaal snel in. En dan ben ik er bijna, toch? Ja. Nu heb je het e-mailadres ingevuld. Als je nu op het knopje verstuur drukt, ja, dan krijgen we zo meteen een e-mailtje binnen. Ik krijg een e-mailtje en dan ben ik aangemeld met de auto. Dan kun je even de gegevens controleren die je aangemeld hebt. En vanaf dat moment begint de 48 uur te lopen. Oké, 48 uur te lopen en dan krijg ik bijna gegarandeerd 99% een bod op de auto. Je krijgt een bod op de auto. Dit unieke internetportaal werkt fantastisch voor de consument en gaat inderdaad de concurrentie aan met de bestaande sites. Er kwam een prachtbod en voordat mijn kennis er erg in had, werd de auto opgehaald en was ze inderdaad snel van haar auto af. Ik ben hier nog nooit geweest, maar Jackie Weber, de eigenaar, die overweegt nog mee te doen. Dus het is een heel spannend gesprek of ze het leuk vinden om met borden aan de slag te gaan. Lifestyle Experience bezoekt samen met Taste of Art iedere week een unieke culinaire locatie. Gaaf met die balken ook en die kroonluchters. Ja. Ik heb een paar voorstellen bij me, dus kijken wat ze ervan vinden. Ja. Sanne, Jackie, welkom. Hoi Jackie, hallo. Hoi, we hebben elkaar al aan de telefoon gehad. Klopt inderdaad. Jij overweegt dus om een mooi bord te nemen, zeg maar, voor koetjes en kalfjes. Ja, niet op de tafels, maar wel aan de muur. Ik vind het prachtig. Ja, ja. Superleuk. Wil je dan ook juist die koetjes en kalfjes zien of zeg je iets heel anders? Ja, het mag ook iets totaal anders zijn, ja. Maar wel weer de link naar. Ja, ik heb een paar voorbeelden bij me en ook een schilder, dus die heeft al wat gemaakt. Ja. Gewoon even kijken van wat erbij past. Sanne snuffelt nog even wat rond, terwijl Gerard de kunstenaar ontvangt. Ja, okay. Koetjes en kalfjes, ja. Hartstikke goed. Wat past bij het concept. Hartstikke leuk.
Koetjes en Kalfjes bestaat al 5 jaar en zit op 7 locaties in heel Nederland. Jackie, de eigenaresse, doet de complete inrichting zelf. En Sanne, die praat over Koetjes en Kalfjes. Ik vind hem wel hartstikke leuk. Het is net alsof het echte tegels zijn. Nou ja, het is echt aardewerk namelijk. Hè? Ik weet niet of ze hier past hoor. Oh, hoi. Zelfs weer, dat het echt aardewerk is. Is René? Hey, René, hi, Jackie. Ik heb René gevraagd, want hij was in de buurt om in ieder geval toch even een opzet te maken van een heel figuratief voorbeeld. Ja? Wat we in ieder geval ook zouden kunnen voordragen. Wat vind je ervan, Jackie? Delftsblauw, helemaal hot, dus prima. Ja? Past, leuk, hè? Past ertussen? Ja, die past er absoluut tussen. Leuk. Nou, ik laat de mannen nog eventjes met Jackie. Zij gaan even bespreken hoeveel borden, wat voor borden en wat er allemaal in productie gaat worden genomen om hier bij Koetjes en Kalfjes op te hangen. Dus ik zou zeggen, schrijf eens naar de website als je meer informatie wil. Sanne, wat is voor jou de belangrijkste maaltijd op een dag? Nou, het ontbijt mag je natuurlijk nooit overslaan, maar ik verheug me toch altijd wel 's avonds op een stukje vlees. Aha, vlees. Wist je dat er trends zijn op het gebied van vlees? Trends in vlees? Nee, wist ik niet. Ga ik er vandaag laten zien. Ik denk dat ik gewoon op zoek ga naar het meest volzijnige stukje vlees. En dat is jou helemaal op het lijf geschreven volgens mij. Ja. Trends in Meat verwerkt dus jaarlijks ruim 1,5 miljoen kilo vlees. Dit is voldoende voor 14 miljoen maaltijden en te vergelijken met de jaarlijkse consumptie van een stad met 65.000 inwoners. Wat wij doen is met name vleesproducten van zeg maar halffabrikaat verrijken wij en portioneren wij voor onze afnemers die met name in de foodservice zitten. En dan moet u denken aan horeca, catering, ziekenhuizen. En dan maken wij zowel verse geportioneerde producten als gegaarde producten. Nou, ik ben op zoek naar het meest veelzijdige stukje vlees. Hebben wij het over dan over warm of over koud vlees? Nou, uiteindelijk moet het warm worden. Warm worden, oké. Okay. Hier zijn wij op de gehaktafdeling, waar VK's onder andere, VK staat voor vruchtvaartproducten worden gemaakt. Moet je denken aan rundervinken, slavinken, maar ook hamburgers, satés. Dus veel producten, herkenbaar denk ik voor menige Nederlander. En heel veel handwerk. Ik zie dat het machinaal. Ik zie dat het met de hand gerold wordt. Er komen geen machines aan te pas. Hier niet. Nee, dit stuk niet. Het eerste deel wel. En het andere stuk, het inrollen, is handmatig. Oh, dit is Limburgse vakmanschap. Zie je zeker. Zie je zeker. Nou, ik snap wel waarom Sanne hier overal aan het rondsnuffelen is. Die houdt ontzettend van eten, als het maar over eten gaat. Ah, kijk dan. In 2009 werd 542.000 kilo varkensvlees, 453.000 kilo rundvlees en 206.000 kilo kip en gevogelte verwerkt. Om dit smaakvol bij consument en bedrijfsleven te krijgen, werd ook nog eens 58.000 kilo kruiden en marinering toegevoegd. Hier komen we terecht op de gaarafdeling. Wat we hier zien zijn grote ketels waar het vlees getumbeld wordt. Dat wil zeggen, wij hebben vlees gesneden en daar komen dan kruidingen, marinades die we hebben. Dat kan heel algemeen zijn of klantspecifiek. En die worden hier vermengd, het vlees met de marinades. Nou, volgens mij is Sanne hier ook al wel geweest. Dat moet wel bijna. Want overal waar het lekker ruikt, daar is Sanne te vinden. En ik moet zeggen, ja, ik krijg er ook wel trek van. Maar ik ben op zoek naar het meest veelzijdige stukje vlees hier. Meest veelzijdige stukje vlees. En waar moet zijn dan? Waar moet je zijn? Ja, dat is moeilijk. In feite is dit een, wat wij zeggen, een hele grote tevalpan. Het zijn twee tevalbaklagen die in hoogte versteld kunnen worden en band in snelheid. Ja. Daarin wordt het vlees gelegd en dan wordt op natuurlijke wijze wordt het aangebraden. Kijk Sanne, dit wilde ik je laten zien hier. Doe wel even je jas uit en je pet af alsjeblieft. Dag mannen. En ik maar zoeken, terwijl madame zich in het proeflokaal culinair laat verwennen. Oh, lekker. Alsjeblieft, Sanne. Kijk, dit soort dingen mist Arno dan weer, hè? Hey. Hey. Ik was je aan het zoeken, waar was je gebleven? Ik zei toch tegen je, ik ben op zoek naar het meest veelzijdige stukje vlees. En hier zit het.
stukjes vlees. Cheers, mannen. Ja. Gezellig. Cheers. Cheers. Of je nou wel of niet van voetbal houdt, Voetbal Experience schijnt een echte belevenis te zijn die wij niet mogen missen. Ik ga het vandaag ook ondervinden en dit is de bal die de hele tijd bij me blijft. Voetbal Experience in het Zeeuwse Middelburg is de nieuwe unieke attractie op sportgebied. Het is wel heel gaaf hoor, dit. Het is wel een verschil qua bal toch? Dit is van 1905. Er werd de eerste Interland Nederland-België gespeeld. De keeperstrui. Is nu wel even anders. Het is wel ontzettend warm, zeg. Ja, is van de jaren 30. Leuke uitspraken. Leuk dat je meedoet. Je kunt met dit spel namelijk uitvinden of je geschikt bent als voetbalcommentator. De tweede paal is Dirk Kuyt. Goed gedaan, Snijder! Snijder! Waar haalt hij het vandaan? De tweede paal daar. Goed gedaan. Snijder, Snijder, Snijder op zijn verjaardag scoort hij. Nummer 2. Fantastisch dit. Van Bronckhorst, een standbeeld verdient hij. Wat een actie. Wat gebeurt hier, joh? Wat is de bedoeling hier? Nou, je moet gewoon het bal op de stip leggen. Ja? En dan moet je zo hard mogelijk kunnen schieten. Een attractie met maar liefst 21 belevenissen. Meeslepende films, waardevolle museumstukken, de nieuwste games en spellen en fantastische foto's en video's. Niet heel goed. 26 seconden. Je kunt er zelf zingen, maar één tip. Als Sanne er is, dan voor het zingen het museum uit. Nederland, oh Nederland, je bent een kampioen. Nou en of dat dit een beleving was. En of je dus nou een verjaardagsfeestje geeft, of een personeelsuitje, of dat je een enorme voetbalfreak bent, hier moet je een keer naartoe. Dus stap in die auto, ga naar Zeeland en have fun. Een uitzending om bij weg te komen, want achter de schermen van een sprookjesdroom, ontspannen in een tuinschelp, racen met een classic Mustang op Zandvoort en fluisterzacht door het water. Geen droom, maar werkelijkheid. Dit alles volgende week in Lifestyle Experience. Wilt u meer weten over de onderwerpen in deze aflevering? Ga dan naar onze website of download de Lifestyle Experience applicatie. Tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door SimOnly en door LED Benelux.